Ramram iedereen, dit is Ashish Mathura met weer een poging om vlog te doen. Ik had een vreemd gevoel laatst toen ik iets las. En om je eventjes een indruk te geven van hoe ik me voelde. Stel je voor dat je in een dure winkel loopt, weet je, een Apple Store. En je hebt een rij van dure apparaten, weet je. De MacBook Pro, iMac, iWatch, iPod, al die II producten. En terwijl je aan het lopen bent, zie je plotseling daartussen een Betamax. Recorder. Voor de mensen die niet weten wat een Betamax is, google het even. Maar je kijkt naar dat ding en je vraagt je af van anno 2015, worden zulke dingen nog steeds gemaakt? Hoort zoiets wel zo hier in het rijtje van dure apparaten, mooie high-tech apparaten? Zo voelde ik me toen ik een artikel las. Een artikel over de discussie van Holly in de zomer. En natuurlijk, je hebt altijd dan twee partijen, minimaal. En de ene partij vindt dat het kan en die andere partij vindt dat het niet kan. En de partij die vond dat het niet kan, op die manier, die gebruikte bepaalde woorden die me stoorden. Een van ze was dat als Holi in de zomer gevierd wordt door die mensen op hun manier zoals zij het nu vieren, dan is dat een verkrachting van de Hindoestaanse cultuur. En dat vind ik een hele foute, hele denigrerende en kwalijke manier van het definiëren. Je hebt dan weinig kennis over wat een verkrachting is en wat cultuur is om zo'n uitspraak te kunnen doen. Er zijn heel veel mensen op deze wereld, heel veel vrouwen en mannen die verkracht zijn, werkelijk verkracht zijn. Cultuur kan je niet verkrachten, mensen worden wel verkracht. En als pandiet en als geestelijk verzorger praat ik en begeleid ik mensen die dat hebben meegemaakt. Zoiets ergs hebben meegemaakt. En om zomaar te gooien met dat een cultuur verkracht kan worden, dat is een kwalijke zaak. En ten tweede, begrip over wat cultuur is. Cultuur is zo veranderlijk. Vooral hindoe-cultuur is zo veranderlijk. Er is niks anders op de wereld dat zo makkelijk verandert als cultuur. Cultuur verandert van het ene moment naar het andere moment, van de ene plaats naar de andere plaats, van de ene persoon naar de andere persoon. Het cultuur blijft veranderen. Als onze voorouders van 100 jaar terug of van 1000 jaar terug zouden kijken naar hoe wij nu Holi vieren, hoe wij nu Diwali vieren, hoe wij nu Shivratri vieren, zouden ze vreemd naar ons kijken. Want hoe dan ook, zelfs voor onze muziek maken, het is anders en het zal anders zijn. Over 1000 jaar zal het ook weer anders zijn. Alles is altijd veranderlijk. En omdat iets verandert, omdat iets anders wordt geïnterpreteerd, omdat iets anders wordt op een andere manier wordt aangenomen of geaccepteerd of iemand neemt het op zijn eigen manier verder mee. Dat is een deel van culturele spreiding. Dat is gewoon wat gebeurt. Dat is al wat duizenden jaren gebeurd. Dat is de reden ook waarom hindoe-cultuur op zo'n manier is gaan groeien en evolueren. Heel organisch, heel dynamisch. Dat is juist het mooie van het hindoe-cultuur. Dat is het mooie van Sanatan Dharma. Dat geeft ons die kracht. En het is zo jammer dat het op zo'n manier ermee wordt omgegaan. Dat is het eerste. En het tweede. Het tweede is dat als iemand het dan niet eens is met je, dat je in het artikel dan zo iemand een housecoolie gaat noemen. Housecoolie. Serieus, anno 2015. Dat we nog steeds op zo'n manier met elkaar omgaan. Dat de tribal manier van denken. Van wij versus zij. En als je aan de andere kant kiest, een andere mening hebt, dat je gelijk de vijand bent, de verrader bent. Mensen zijn niet meer vrij om gewoon hun eigen mening te hebben, om een ander standpunt te hebben. Dat vind ik heel jammer. En zulk denken, ik zou het begrijpen als het 2 generaties, 3 generaties geleden zou zijn. Maar nu, anno 2015, en de taal, de woorden, housecoolie, dat komt van die mentaliteit van Louis Farrakhan en de Black Panthers, die racistische groepen vandaar in Amerika. En dan ga je dat overnemen en transleren naar Hindoestaanse cultuur? Nee, dat past gewoon niet. Ik vind niet dat we op zo'n manier met elkaar moeten omgaan. Ik vind wel dat we op een hoger niveau met elkaar moeten kunnen discussiëren en praten over onze meningsverschillen. Dus nou, ik hoop dat mensen hiervan leren, hoor, want dit past gewoon niet anno 2015. Nou, dat is, dat, en die nare smaak dat ik kreeg toen ik het artikel las, ja, dat is het vreemd gevoel, hè? Nu, nog steeds. Dat wilde ik even met jullie delen. Ramram.